hele goede middag alweer, beste mensen, op deze prachtige zaterdag. Regenachtig, verwacht ik. Dag. Ik hoop dat jullie er weer zin in hebben in deze vlog. En ook dat jullie een leuke dag hebben. Of dag hebben gehad. Ik in ieder geval wel, want ik ga morgen, voor mij gezien dus morgen, naar de Waarde die Friday Night in de avond. Als ik op tijd thuis ben, want het is wel een kantlijn, want ik ga wel vanaf morgenochtend 8 uur ga ik al, nou ja, of zelfs iets eerder ga ik al weg. Dus dat is een beetje een dingetje. Ik ben wel zo iemand, ik wil wel naar de Friday Night, maar als ik echt later dan 4 of 5 uur hier aankom, dan zeg ik zo van, nou weet je, dan blijf ik gewoon lekker thuis, een hele mikmak. Dus maar ik ga er wel gewoon voor, maar zoals altijd ga ik de tv even aandoen. En ja, excuses voor een kleine rommeltje hier. Ik ga er nog zeker nog even opruimen, want gisteravond, ja, was ik even niet zo goed bij. Ik was echt te moe, dus ik heb ook gisteravond heb ik niet de outro opgenomen. Die heb ik dus vandaag, dus gisteren voor jullie opgenomen. Ik was gewoon zo kapot moe, dat ik dacht van, weet je, ik schuif het allemaal even een dagje verder, met alles bijna eigenlijk. Maar nee, ik ga ook dit kijken, uiteraard. Maar ook zo eventjes, Giovanni, Latoy. Maar ik heb ook een pakket, een Tokutoko pakket van de Storebrooks. Ik heb verschillende koeken eigenlijk echt ontvangen. Nog een koek. Eigenlijk heb ik voor mij twee koeken of zoiets. Ja. Kijk hoor. Hier heb ik twee dezelfde. Dat zijn dark chocolate. Dark chocolate. Oh. Ik heb hier ook twee dezelfde. Dit is de normale, nou ja, normale, maar in ieder geval geef, ja, ik weet eigenlijk niet eens. Voor mij staat het hier op. Twee keer double cookie, twee keer white ma en een sugar. Dat is deze, dat is de zachte variant. Oh, lijkt net zo'n jumbo suikerdonut. Wat trouwens ook wel lekker is, maar nee, ik ga hier zeker van genieten. Oh ja, ik ga denk ik ook weer hier bij de vlog afsluiten. En ja, morgen dan zou ik inderdaad naar de Halloween Friday gaan, zou. Maar let maar gewoon goed op de vlog die die morgen online komt. Morgen, dus a.k.a. Zondag. Ja, zo, moet ik eventjes inderdaad goed nadenken. Dus ja, en dan is de vlog van morgen ook weer iets langer en de vlog van overmorgen. Dus ja, want als ik een beetje een rustige dag heb, nee, een rustige of juist een hele drukke dag heb, ja, dan lukt het sowieso niet om de vloglengte daar goed in de gaten of in ieder geval wat langer te kunnen krijgen. Dus hopelijk heb jij gewoon genoten van deze vlog. Zie je even niet, tik dan maar eens even in mijn kanaal, abonneer je beneden. Hopelijk zie ik jou morgen uiteraard bij een genoeg vlog. Hopelijk om 3 uur, maar dat gaan we allemaal wel zien. En dan zeg ik je zot altijd, la tush.